Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij alweer de 8e Soft Vinyasa Flow, die vandaag best krachtig is. We borduren een beetje voort op de flow van vorige week, waarbij we veel door onze wervelklomp heen rolden. Van onder naar boven, van het stuit naar de kruin. Die bouwen we een stukje uit met wat meer kracht richting de Bakasana. Daarvoor warmen we de buikspier op enig moment iets extra's op. Er zitten een paar push-ups in de flow. Je kunt altijd je knie op de mat plaatsen. Dus je kunt het altijd aanpassen naar je eigen mogelijkheden. We beginnen deze keer in Child Pose op de achterkant van je matje. Dus kom op de achterkant van je matje. Grote tenen bij elkaar. Knieën misschien iets los van elkaar. Je vlijt je buik op of tussen je bovenbenen. En je voorhoofd richting de mat. Sluit je ogen. Gun jezelf dat moment om te landen op jouw matje. Met je volle aandacht bij jouw yoga practice te zijn. De connectie van je voeten, je onderbenen, je knieën met je matje, met de aarde. Voel je buik, je flanken rusten tegen de binnenkant van je dijbenen. Voel je voorhoofd rusten op je matje. Onderarmen, je handpalmen en je vingers. En breng dan je aandacht naar je ademhaling. Waar landt jouw ademhaling in? Waar voel je dat in je lichaam? Voel je ruimte ontstaan bij je flanken, aan de achterkant van je ribben. Je verdiept dan die ademhaling. Misschien ga je over naar Ujjayi ademhaling. Warm je met die ademhaling je lichaam van binnenuit op. Activeer je Mudra Bandha. Trek je navel schuin omhoog richting je wervel. En rol dan vanuit je navel omhoog naar de zittende houding. Cirkel die armen zijwaarts over je hoofd. Kijk naar de rug van je duimen. En breng dan je handen in bidpositie voor je hart. Anjali Mudra. Lengte in die wervelklomp, kruin naar de lucht. En buig voor een moment je hoofd naar je hart. Jouw langzame ademhaling, misschien die Ujjayi ademhaling, die hoorbare ademhaling. Til je hoofd weer op naar neutraal en open je ogen. Begin eens zacht en rustig. Cirkel de armen zijwaarts boven je hoofd. En breng je handen weer terug bij elkaar voor je hart in Anjali Mudra.
cirkel, je adem diep in. Anjali Mudra, je ademt weer uit. Nog één keer. Cirkel, til op je borstbeen, op je opent je hart. En dan je handen weer bij elkaar voor het hart. Cirkel op, open je hart. En kom nu naar Child Pose. Vanuit Child Pose rol je door de wervelklom naar tabletop. Neem je de heupen mee naar voren, til je je borst op. En vlij je vanaf de dijbenen de heupen naar de onderste ribben, je borst op de mat. Rol omhoog voor baby cobra. En duw jezelf dan weer terug naar Child Pose. Trek die navel in, maak die onderrug rond. Rol weer omhoog, cirkel die armen zijwaarts. Handen, Anjali Mudra. We doen deze nog twee keer. Adem in, cirkel. Adem uit, Child Pose. Adem in, tabletop. Adem uit, vlij op je buik alsof je hart naar voren duwt. Adem in, cobra, rol door die wervelkolom. Adem uit, Child Pose. Adem in, hero pose, til je borst op. Handen, Anjali Mudra, nog één keer. Adem in, van onder naar boven cirkel. Adem uit, Child Pose. Tabletop, je ademt in en vlij op je buik, je rolt door de wervelkolom, je ademt uit. Cobra, adem in. Child Pose, ronde rug, je ademt uit. Hero Pose, je ademt in. Anjali Mudra, je ademt uit. We gaan er iets anders aan vastleggen. Cirkel weer op, je ademt in. Child Pose, je ademt uit, deze kennen. Tabletop, rol door je wervelkolom. En vlij op je buik, rol door je wervelkolom. Cobra, lift op. En nu kom je naar Downward Facing Dog, heupen omhoog. En wandel dan een paar keer in jouw Downward Facing Dog. Zet je handen waar jij ze hebben wil, misschien iets wijder of smaller. Plak je vingertoppen krachtig in de mat. Laat je heupen misschien een beetje meedansen. En vind of houd die verbinding met je ademhaling. Verstil dan de beweging. Zit op de schuin omhoog, lengte in het bovenlichaam, nek zacht en ontspannen. Rechterbeen, three-legged dog, omhoog. En dan gaat in die down dog, die knie onder je borst. Cirkelt die zijwaarts weer terug naar three-legged dog. Je voelt de power in je lijf. En plaats je voet voor aan de mat, low lunge. Rechterarm cirkelt achterlangs. En de hand plaats je terug, je stapt naar downward facing dog. Linkerbeen, three-legged dog, lang. Linkerknie in die duimdog, onder je borst. Cirkel hem zijwaarts omhoog naar three-legged dog. En stap hem naar low lunge. Linkerarm cirkel achterlangs. Hand terug, downward facing dog. We doen hem nog één keer. Rechterbeen lang omhoog, strek hem uit. Knie onder je borst, je rug wordt wat ronder. Kracht als je zijwaarts cirkelt naar three-legged dog. Knie onder je borst als je hem naar voren plaatst voor low lunge. Rechterarm cirkelt, je twist in die lunge. En je stapt weer terug naar downward facing dog. Linkerbeen omhoog, three-legged dog. Linkerknie in die down dog, onder je borst.
Cirkel die zijwaarts naar three-legged up. En stap weer naar voren voor low lunge. Linkerarm cirkelt, je twist in die lunge. En je stapt weer terug naar downward facing up. Kom naar een hoge plank, je rolt weer door die wervelkolom. Knieën op de mat, child pose. Adem diep in die child pose. En helemaal uit. Nog een paar van zulke verzachtende, ontspannende ademhalingen. En dan rol je weer omhoog naar zit met die cirkelende armen. Handen weer bij elkaar voor Anjali Mudra. Lengte in je wervelkolom. En buig weer je hoofd naar je hart. Hoofd weer terug naar neutraal. We gaan iets veranderen en iets aan vastpakken. Cirkel je armen weer op. En kom weer naar child pose. Dit is hetzelfde. Tabletop, rol door die wervelkolom. En vlijt op je buik. Je duwt je hart naar het uiteinde van je mat. Cobra, open je borst. En weer terug naar downward facing up. Adem een keer diep in, maak het lang. En blijf hier als je uitademt. Gaan we naar een hoge plank. Knieën loodrecht naar beneden, chaturanga op de knieën. Duw weer omhoog, knieën los, we zijn in de hoge plank. En kom weer terug naar downward facing up. Blijf hier adem door. We gaan die push-up een paar keer doen. Kom naar een hoge plank, je ademt in. Knieën loodrecht naar beneden, chaturanga op je knieën. Duw omhoog als een plank weer op. Terug naar downward facing up. Drie keer. Hoge plank. Chaturanga wel of niet op je knieën. Duw als een plank weer omhoog. Voel de kracht in je armen en je core. Terug naar downward facing up. Nog twee te gaan. Hoge plank. Chaturanga. Duw omhoog, voel de kracht ook bij mij. Downward facing dog. Eén keer een hoge plank. Chaturanga. Duw jezelf als een plank omhoog, buikspieren, rugspieren. Downward facing dog. Laatste keer hoge plank. Knieën, child pose. En blijf een paar ademhalingen in die child pose. Verbind je adem met die adem. Verbind je aandacht met de sensaties die je voelt in je lichaam. En dan rol je weer omhoog naar hero pose. Je cirkelt die armen, je opent je borst. Handen weer Anjali Mudra voor je hart. Lengte in je wervelkolom. En buig weer een moment je hoofd naar je hart. Je mag altijd even die ogen sluiten. We gaan terug naar de basisflow die we vorige week ook gedaan hebben. Til je hoofd weer op naar neutraal. Cirkel die armen, lift je borst. En kom naar child pose. Tabletop, je rolt door je wervelkolom. En vlij op je buik, duw je hart naar voren. Let op rechterbeen op cobra. Krul je linker teen, rechter knie om je borst, weet je nog?
Cirkel nu zijwaarts naar three legged dog. En stap je voet naar voren voor low lunge. Rechterarm cirkelt achterlangs. En nu gaat die hand binnen je been door onder je borst voor contraction. Rechterarm strekt naar voren. We gaan naar warrior 3 die eerste keer nemen, daar even de tijd voor. Dus rechterarm strekt naar voren, gewicht op je rechterbeen. Lift je linkerbeen op, linkerarm naar achter. Adem diep in. Omhoog, linkerknie naar je borst. Stap die linkervoet met een grote stap naar achter, low lunge. Achterste hiel op de mat. En mogelijk dan over the world, langs de lange zijde naar je linkerbeen, je buig naar je linkerbeen. Door het midden terug naar voren voor twisted reverse warrior, linkerarm op. En mogelijk rechts binnen voren, we staan in een low lunge. Rechtervoet stapt naar achter, je bent in een hoge plank. Twee knieën op de mat, je komt naar child pose. Cirkel op naar hero pose, open je borst. Handen bij elkaar voor je hart in Anjali Mudra, de andere kant. Adem in cirkel, rol door die wervelkolom. En kom naar child pose. Tabletop, je ademt in. Vlij op je buik, je ademt uit. Linkerbeen buigt, cobra. Linkerknie onder je borst. Cirkel zijwaarts naar three legged dog. En stap hem vooraan voor low lunge. Linkerarm cirkelt, je komt in een twist. En dan gaat die arm binnen door, je contract in die buikspieren. Warrior die achter je linkerarm aan. Rechterknie op naar je borst. Stap je rechtervoet naar achter, vingertop op de vloer voor low lunge. Achterste hiel dwars en molenwiek met een grootse beweging over de world naar je rechterbeen. Door het midden terug naar twist reverse, je rechterarm op. En linkerarm molenwiek, we staan in low lunge. Linkerbenen achter een hoge plank. Twee knieën op de mat. Child pose. Cirkel weer op, rol door die wervelkolom, open je borst. Handen, Anjali Mudra. Lengte in je wervelkolom. En buig je hoofd een moment naar je hart, sluit je ogen. We doen deze nog. Til je hoofd weer op naar neutraal, open je ogen. Adem in cirkel, neem de energie mee. Child pose, adem. Tabletop, adem in. Vlij op je buik, adem uit. Rechterbeen op cobra, adem in. Rechte knie onder je borstje aan uit. Rechterbeen cirkelt krachtig naar three legged dog. En stap naar low lunge. Rechterarm cirkelt, twist. Rechterarm onderlangs contraction. Warrior 3 gewicht op rechts, links lift. En je knie naar je borst en let even op. Hasta Paribhushtasana, hou de knie nog even aan de buitenkant vast. Borst naar voren, linkerbeen naar achter, low lunge. Molenwiek over the world, groot en open. Buig naar je achterste been. Door het midden voor twisted reverse warrior, linkerarm op. Molenwiek rechts terug, pyramid pose, strek het voorste been net iets meer. Rechterbeen dan omhoog voor three legged dog. Voet naast links, we zijn in down dog. Kom naar een hoge plank, schouders breed. Knieën child pose, je ademt uit.
Rol omhoog naar Hero Pose. Ademt in. Handen Anjali Mudra. We gaan meteen door voor die andere kant. Dus cirkel op. Adem diep in. Child Pose. Je ademt uit. Tabletop. Adem in. Vlij op je buik. Je borst is open. Linkerbeen buigt Cobra. Linker knie onder je borst, contraction. Cirkel naar three legged dog, adem in. Voet voor aan de mat, adem uit. Linkerarm cirkel, twisted lunge. Binnen door langs contraction, buikspieren aanspannen. Warrior 3, achter je linkerarm aan, lift rechts. Rechter knie naar voren pakken met de buitenkant vast. Aangepaste Hasta Paramustasana. Borst naar voren, rechter voet naar achter, vingers op de vloer. Molen niet over de world, een grote beweging. Buig naar je achterste been. Naar voren, twisted reverse, rechterarm op. Linkerarm molen niet, pyramid pose. Linkerbeen, three-legged up. Naast je rechtervoet, downward facing dog. Door die wervelkolom naar een hoge plank, schouders breed. Knieën, child pose, je aandraad. Blijf even in jouw child pose. Voel weer de sensaties in je lijf. Vind de verbinding met je adem. Rollen weer omhoog naar Hero Pose, grootste beweging. Handen Anjali Mudra voor je hart. Lengte in je wervelkolom en buig weer een moment je hoofd naar je hart. We plakken er een Hasta Paramustasana volledig aan vast. Of je kiest voor die optie van de buitenkant knie zoals we zojuist deden. Hoofd optillen en neutraal je ogen weer open. Dan gaan we voor links en rechts. Cirkel je armen, lift je borst, adem diep in. Child pose, je adem uit. Tabletop, adem in. Vlij op je buik, adem uit. Rechterbeen buigt Cobra. Rechte knie onder je borst, ronding in je rug. Cirkel naar three-legged dog, voel de kracht. En stap je voet vooraan voor low lunge. Rechterarm cirkel achterlangs je twist. Binnen door onder je buik, contraction. Warrior 3, linkerbeen lift. Terug omhoog, linkerhand binnenkant door buitenkant voet. Hasta Paramustasana, open maak je lang. Borst naar voren, stap naar low lunge. Adem in over the world, misschien een klein bedbent. Buig naar je achterste been. Langs die lange zij voor twisted reverse, linkerarm. En molenwiek rechts, pyramid pose. Rechterbeen, three-legged dog, let op. Chaturanga, kom op je buik. Buig linkerbeen, cobra. Knie onder je borst, ronding van je rug. Linkerbeen, cirkel, three-legged dog. Voet voor aan de mat, low lunge. Cirkel je linkerarm op. Onder je borst voor een contraction. Warrior 3, achter je linkerarm aan, rechterbeen op. Knie naar voren voor Hasta Paramustasana voorbereiding. Adem in, open en maak je lang. Borst naar voren, rechte voet naar achter. Over the world, je ademt in. Naar je rechterbeen, ademt uit.
Op weg naar Twisted Reverse, adem in. Op weg naar Pyramid, je ademt uit. Linkerbeen, three-legged dog, omhoog op. Chaturanga, op je buik. Cobra. En terug naar Downward Facing Dog. Blijf in een ademhaling in. En een ademhaling uit. Kijk naar je handen, buig door je knieën. En spring naar de voorkant van de mat. Lift je borst voor Ardha Uttanasana. Buig naar Uttanasana. Kom zitten in die stoel in Utkatasana. En buig weer voorover, land je billen op de mat. We gaan naar Navas, naar de boot. Je rug is recht, je borst is op, je schouders breed. De tenen misschien net boven de vloer, de onderbenen misschien parallel met de vloer. Armen langs zijn met de duimen omhoog. Vind de verbinding met je adem. Als je de benen wat meer wilt strekken op, voel je vrij. Je mogen ook, de onderbenen mogen parallel met de vloer. Probeer je borst op te tillen. Niet een ronding te maken, te hangen in je rug. Dan lift je borst op. Maak die schouders breed. Nog drie. Kaak ontspannen. Twee. Buikspieren, rugspieren aan het werk. Eén. Voetzolen bij elkaar. Heel even voorover buigen in die butterfly. Terug weer omhoog, knieën weer bij elkaar. Zit achter je zitbotten. Lift de voeten weer van de vloer. Handen parallel, maar nu flex je de polsen. Alsof je tegen een denkbeeldige muur duwt. Je trekt die dijbenen nog een beetje dichter bij je. Je duwt die handen nog een beetje verder weg. En dit hou je vast. Voel de kracht bij je heupbuigers, die spieren. Voel de kracht in je buikspieren, rugspieren. Voor drie, blijf lachen. Voor twee, ik heb het zweet op mijn voorhoofd staan. Voor één, en de voetzolen weer tegen elkaar aan. Buig weer even voorover. Opwarmen van de heupbuigers, de buikspieren. Terug weer rechtop. Weer naar die boot. Jouw boot. Misschien de tenen net boven de vloer. Misschien hou je ze wel een beetje op de grond. Of de onderbenen parallel. Kies wat je wilt. Of je blijft statisch in die boot. Of je gaat mee naar een open boot. En die boot sluit weer. Dus een open boot. En hij wordt weer kleiner. Drie keer nog. Open boot. Gebruik je adem. Twee keer open en maak hem klein. Laatste keer open en maak hem klein. Voetzolen bij elkaar. Buig weer even voorover. Kom weer rechtop. Knieën bij elkaar. Rol op je rug. Schouders breed. Nek lang. Achterhoofd op de mat. De voeten laat je een eindje bij je vandaan staan. Breng dan je armen loodrecht boven je schouders, je vingers wijzen naar het plafond. En het enige wat je nu gaat doen is heel bewust die navel naar je ruggengraat trekken en je schaamhond optillen. En dan duw je eigenlijk je onderrug in de mat, je kanteltje weg. Dus span die buikspieren, die bekkenborstspier aan, je krult als het ware je stuitje van de mat af, je onderrug tegen de mat. En je komt weer terug naar je uitgangspositie. Maak die buikspier, die bekkenbodemspier kort in je spanse aan. De schouders blijven in ontspanning, nek open. En weer terug naar de uitgangspositie. Drie keer nog. Span aan, maak ze korter, hou even vast, adem wel door. En weer terug. Twee keer, span die buik en bekkenbodemspier aan, kantel dat bekken. En weer terug. Laatste keer span aan. Hou even vast. Je ademt wel door. En weer terug. De handpalmen
die ga je nu flexen alsof je tegen een imaginair plafond aanduwt. Breng één voor één je knieën naar je toe en breng die knieën naar de bovenarmen zo dichtbij mogelijk, dat ze die bovenarmen aanraken. We doen een liggende bakasana, een liggende crow pose. Dus we duwen met onze handen tegen een imaginair plafond. We duwen de knieën zo dicht mogelijk tegen die bovenarmen aan. Dan tillen we het hoofd op de kin in. We gaan kijken naar ons navel. En we pellen die schouderbladen een beetje van de vloer af. Ik blijf tegen dat imaginaire plafond aanduwen. En ik knijp die knieën tegen mijn bovenarmen aan. Ik duw mijn onderrug in de mat. En ik krul mijn stuit omhoog. Klein beetje laten zakken. En maak je weer kleiner in je liggende crow. Laat je weer een beetje zakken. Voel de kracht van je binnendijbeenspier omdat je die knieën tegen je bovenarmen duwt. En een beetje zakken. Twee keer nog. Maak je kleiner. Knijp met die benen. Voel de kracht in je buik. En weer terug. Nog één keer. Blijf met je klein maken. Voel de kracht. Hou nu even vast. Grote tenen bij elkaar. Knijp die knieën. Buikspieren, binnendijbeenspieren actief. Voor drie. Voor twee. Voel het warm worden in je buik. Voor één. En schouders achterover op de mat. Knieën bij elkaar boven je borst. Benen misschien heel even loodrecht omhoog. En een buikje spieren. We gaan drie keer heen en weer rollen over ons wervelkolom. En na de derde keer komen we op de voeten naar Uttanasana, de vooroverbuik. De benen mogen een beetje helpen. Rol je stuitje van de mat. Stuitje op. Rol weer naar achter. Ronde rug naar je stuitje. Nog een keer naar je schouders, je nek. En nu op je voeten, handen helpen, vooroverbuik. Lift je borst in Ardha Uttanasana. En buig weer voorover. Wandel je voeten naar Downward Facing Dog. En maak je even lang. Vind die verbinding tussen handen en voeten met de aarde. We komen van die rugligging, we zijn weer helemaal omgedraaid. En dan gaan we de Bakasana even oefenen, Crow Pose. Alles binnen jouw mogelijkheden. Rekening houden, respecteren de angst die jij misschien hebt. Misschien kun je die angst wel transformeren naar respect om toch een stapje verder te gaan. Buig je knieën, kijk naar je handen. Spring naar de voorkant van de mat, land zachtjes. Lift je borst in Ardha Uttanasana. Buig voorover in Uttanasana. Kom naar Utkatasana, zit op die stoel die niet is, met die armen langs die bovenarmen. En buig weer voorover, land die handen, crow pose preparation. Knieën naar buiten, hielen naar elkaar toe. Handen dicht bij je voeten. En die knieën die plak je zo hoog mogelijk tegen je bovenarm aan. Misschien wel in je oksels. Lift die heupen dan wat hoger op. En beweeg je lichaamsgewicht naar voren. En misschien durf je één, misschien durf je twee voeten op te tillen. Adem door in jouw Bakasana. Voor drie. Klauw die handen. Twee. Knijp die dijbenen, buikspieren. Eén. Voeten terug op de mat. Uttanasana. Lift je bord voor Ardha Uttanasana. En buig weer naar Uttanasana. Wandel je voeten weer naar Downward Facing Dog. En maak je lang. Doen we twee keer. Adem diep in. Rustig uit. Buig door je knieën, kijk naar je handen. Spring naar de voorkant van de mat, land zachtjes. Lift je borst in Ardha Uttanasana. Buig naar Uttanasana. Kom naar Utkatasana, zit op die stoel die er niet is. En dan Bakasana preparatie, handen op de mat. Hielen naar elkaar toe. Knieën hoog tegen je bovenarmen. Verplaats je gewicht, je blik schuin naar voren. En lift je voeten van de vloer, hielen naar je billen. Blijf hier voor twee. Of voor drie.
Voor 4. Voor 5. Tenen op de mat. Stap of spring nu naar chaturanga, laag plank. En duw je omhoog naar een hoge plank. Kom weer naar downward facing dog. Doen we nog één keer. Blijf even in down dog, vind je ademhaling. Kijk naar je handen, buig als je kikker door die knieën. En spring naar de voorkant. Lift je borst, aarde, uttanasana. Buig voorover, uttanasana. Kom naar Utkatasana, zit op je stoel. En preparatie bakasana, handen op de mat. Hielen naar elkaar toe, knieën tegen de bovenarmen. Blik en gewicht schuin naar voren, lift in bakasana. Tenen, voeten aan de grond, spring of stap naar een lage plank. En duw omhoog naar een hoge plank. En weer downward facing dog. Laatste keer hoge plank. Knieën, child pose. Sluit even je ogen. Misschien neem je je armen mee naar achter. Aandacht naar binnen. Laat die houding van zojuist de bakasana even inzinken in je lichaam. Rol dan weer omhoog naar hero pose. Cirkel die armen neer. Handen bij elkaar voor je hart in Anjali Mudra. Lengt in die wervelkolom en buig je hoofd naar je hart. Nog een stukje flow voorbereiding en dan plakken we straks alles aan elkaar vast. Til je hoofd weer op naar neutraal, open je ogen. En cirkel je armen omhoog en kom naar child pose. Kom naar handen en knieën. En vlij op je buik. Cobra, gewoon twee benen blijven op de mat. En kom weer naar downward facing dog. Blijf in een ademhaling in. En een ademhaling uit. Buig weer door twee knieën. Stap je rechtervoet naar voren, lift je linkerbeen op een soort standing split. Dan gaat je linkerknie onder je borst, je maakt jezelf klein en rond. En dan stap je die linkervoet naar achter voor een high en cirkel je die armen omhoog, kracht en power. En dan stap je weer naar downward facing dog. Blijf even hier. Buig twee knieën, kijk naar je handen. Stap je linkervoet naar voren, rechterbeen omhoog voor standing split. Rechterknie onder je borst, maak jezelf klein en laag. En stap die rechtervoet naar achter omhoog voor high lunge, cirkel die armen. En terug naar downward facing dog. Doe maar aan beide kanten nog een keer zo. Buig door je knieën, rechtervoet naar voren, linkerbeen standing split. Knie onder je borst, maak je klein. Huilen, cirkel die armen op. Downward facing dog. Buig je knieën, linkervoet naar voren, rechterbeen op. Maak je klein met die knie onder je borst. Stap hem naar achter, power in je high lunge. En terug naar downward facing dog. Kom naar een hoge plank, schouderbladen breed, knieën child pose. Blijf even in child pose. En cirkel dan weer omhoog voor hero pose met je armen over je hoofd. Handen in Anjali Mudra. Lengte in je wervelkolom.
En buig weer je hoofd naar je hart. We plakken nu de hele flow aan elkaar vast. Dus links en rechts. Dan die bakasana. Dan die standing split, die high lunge met power. Aan beide kanten. En ik denk dat we hem twee keer doen. Dus links, rechts en dan nog een keer helemaal opnieuw. Til je hoofd op, open je ogen. Adem voor jezelf nog een keer in en uit. Cirkel, open je borst, maak het groot. Chakras. Tabletop. Vlij op je buik. Rechterbeen buigt cobra. Rechterknie onder je borst, contraction. Cirkel rechts naar three-legged dog. Voet vooraan voor low lunge. Rechterarm cirkeltje twist. Arm binnen door onder je buik, contraction. Warrior 3, lift je linkerbeen naar rechterarm. Knie naar voren voor jouw Hasta Parabhustasana preparatie. Maak je lang open, kracht alles. Borst naar voren, linkervoet naar achter. Over the world, open je borst. Buig naar je linkerbeen. Na twist, reverse, linkerarm op. Pyramid pose, rechterarm cirkel. Rechterbeen, three-legged dog. Chaturanga op je buik. Linkerbeen buigt cobra. Linkerknie onder je borst. Cirkel naar three-legged dog. Voet vooraan, low lunge. Linkerarm cirkeltje twist. Onder je borst, contraction. Warrior 3, rechterbeen, linkerarm. Knie naar voren, we hebben tijd. Jouw Hasta Parabhustasana open op. En stap naar low lunge, controleert. Over the world, open. Buig naar je rechterbeen. Twisted reverse, rechterarm op, achterover. Pyramid pose, linkerarm zit. Linkerbeen, three-legged dog. Let op chaturanga op je buik. Gewone cobra, borst op. En terug naar downward facing dog. Blijf hier adem in. En helemaal uit. Kijk naar je handen, buigen je knieën. En spring naar de voorkant van de mat. Lift je borst. Uttanasana. Utkatasana, zit op je stoel. Bakasana, preparation. Knieën tegen je armen, lift de voeten op. Stap, spring naar jouw chaturanga. En duw jezelf weer krachtig omhoog. Licht in je downward facing dog. Adem diep in. En helemaal uit. Buig je knieën, rechtervoet stap naar voren, linkerbeen op standing split. Knie onder je borst, knijp jezelf klein. Lunge achter, cirkel, arm op power. Handen terug, downward facing dog. Buig je knieën, linkervoet naar voren, rechterbeen standing split. Knie onder je borst, maak je klein. Stap naar achter, power in je lunge op. Handen terug, downward facing dog. Kom naar een hoge plank, schouders breed. Kom naar child pose en blijf daar. Voel de energie in je lijf. Voel de kracht in je lijf. Voel jouw levenskracht.
jouw doorzettingsvermogen, jouw toewijding. Gaan we nog een keer. Adem in, rol op mijn hemelkoop, cirkel door die wervelkolom heen. Handen aan Jali Mudra. Ga meteen door. Cirkel weer op. Chakos. Tabletop. Vlij op de mat. Rechterbeen buigt cobra. Rechte knie onder je borst ronden. Cirkel naar three-legged dog, kracht. Stap naar low lunge. Rechterarm cirkeltje twist. Arm binnen door onder. Warrior three, neem de tijd. Rechtop preparatie hasta parustasana. Open kracht en lengte. Stap naar low lunge, controleert. Over the world, open je borst. Buig naar je linkerbeen. Door het midden voor twisted reverse, linkerarm op. Pyramid pose, rechterarm cirkelt. Rechterbeen, three-legged dog. Chaturanga, op je buik. Linkerbeen buigt cobra. Linkerknie onder je borst. Cirkel zijwaarts op three-legged. Voet vooraan de mat. Twist linkerarm cirkelt. Onder je borst contraction. Warrior drie gecontroleerd. Preparatie hasta parabhustasana. Adem in, open en strek. Stap naar low lunge. Adem in over the world. Buig naar je achterste been. Twisted reverse, rechterarm op kleine bedbent. Pyramid pose, linkerarm cirkelt. Links three-legged dog. En kom weer naar Chaturanga. En nu kies je misschien wel upward facing dog of cobra. Terug omhoog naar downward facing dog waar je blijft. Een aanhaling in. En weer uit. Kijk naar je handen, buig door je knieën. Spring naar de voorkant van de mat, lift je borst. Buig weer in Uttanasana. Kom in Utkatasana, zit op je stoel. En doe jouw Bakasana preparatie. Knieën hoog, knijp ze tegen je armen. En fearless, breng je gewicht naar voren, voeten los van de mat. Stap of spring naar jouw Chaturanga. En duw je omhoog naar een plank. Terug naar downward facing dog. Adem je diep in voor een lengte. En adem weer uit. Buig je knieën, rechtervoet stap naar voren, links standing split. Knie onder je borst, maak je klein. Power lunge, stap naar achter, cirkel open. Terug naar downward facing dog. Buig je knieën. Linkervoet stap naar voren, rechterbeen standing split. Maak jezelf klein, span die buikspieren aan. Power in your high lunge, op en open. Terug naar downward facing dog. Laatste keer hoog op plak, schouders breed. En kom naar child pose. Blijf in child pose. Armen waar jij ze wilt. Voel me. Rol weer omhoog naar hero pose, cirkel op. Handen aan Jali Mudra voor je hart. Lengte in je wervelkolom. En buig weer je hoofd naar je hart.
voor je doorzettingsvermogen, je toewijding. Til je hoofd weer op naar neutraal en open je ogen. We gaan naar het zachte gedeelte toe. Met een omweg. Gaan we beginnen. Cirkel nog een keer op. Rol door die wervelkolom. Open je mond. En kom naar child pose. Rol het tabletop door die wervelkolom. En vlij op je buik. Je hart is open. Die duw je naar voren. Reguliere cobra. Lift je borst op. En terug naar child pose. Laatste keer hero pose. Cirkel op. Handen voor je hart. Nog één keer. Cirkel op. Child pose. Tabletop. Vlij op je buik. Cobra. Child pose. Hero pose. Maar dan lift je op je heupen. Dan mag je staan op je knieën. En handen in Anjali Mudra. Schuif op je linker of je rechterwiel en zwaai je benen naar voren. Help jezelf misschien iets meer naar het midden van de mat. Hou de achterkant van je dijbenen vast. Als je via de onderste wervels van je wervelkolom met een zo rond mogelijke rug op je rug komt liggen. Schouders breed, nek lang. Je linkerbeen leg je langer neer. Je rechter knie boven je borst met je vingers in elkaar gestrengeld bij je knieschijf of je knieholt. En dan laag het gewicht van je rechterbeen naar je buik, je ribben zinken. Aandacht voor je adem. Op een inademing blaas je een ballon op in je buik aan de voorkant. En die ballon die stuur je naar je rechter dijbeen. Uitademing visualiseer je naar je lage rug. Dus ademen is een ballon opblazen aan de voorkant, ruimte, buik. Uitademing gaat naar de achterkant, naar je lendenen, naar je diepe ademhaling in, ballon opblazen. Liefdevolle ademhaling uit naar je lage rug, je lenden en je stuitje. Strek dan je rechterbeen omhoog uit, strengel je vingers achter je dijbeen in elkaar. En haal de benen misschien een tikje dichterbij, maar hou op de spanning, de verzachting in je schouders. Lengte in je nek, je kin een beetje in. Point je teen, flex je voet. Point en flex. Misschien voel je wel meteen je voet warmer worden. Gaat heel veel energie nu via die enkels naar je voet. Laatste keer. Je linkerhand pakt de buitenkant van je rechter dijbeen. Je rechterhand leg je naast je neer. En we gaan naar een liggende twist waarbij het hele rechterbeen meegaat naar die linkerkant. Misschien komt die rechter schouder een beetje los, net op hoe ver je komt. Ontspan je rechterbeen, je knie. Je ligt in een intensieve twist. Je kan ervoor kiezen om met je linkerhand je rechter teen vast te pakken. En het rechterbeen iets meer te stretchen. Voel
voel je nog meer strekking aan de achterkant van je been, misschien ook een beetje aan de binnenkant van je been. Probeer je rechter borst en je rechter schouder zo ver mogelijk te ontspannen, net als je linkerbeen. Als jij er klaar voor bent, draai je terug naar het midden. Recht de knie weer boven je borst. En hou hem weer vast met je vingers ineen gestrengeld rond je knieschijf of in je kniebot. En laat het been weer zwaar. Cirkel misschien nu een paar keer met je enkel. Intuïtief de een en de andere kant op. Misschien hoor je wat te knakken. Hoor je wat pezen over elkaar rollen. Stil de beweging. En leg dan je rechterbeen lang uit naast die linker, los van die linker. En je handen even aan weerszijden van je lijf. Sluit even je ogen en voel het verschil tussen links en rechts. Voel jij het verschil? Mijn rechterbeen is langer. Rechterbeen rolt als het ware wat meer naar buiten toe, dus er zit meer ruimte en opening in mijn rechterheup. Het voelt warm, voller, gevuld, hele been. Neem dan je linkerknie boven je borst, strengel je vingers in elkaar en laat het been weer zwaar worden richting je buik. Alles vanuit zachtheid en ontspanning in je schoudergebied, je nek, je kaak, je mond, je gezicht. Aandacht weer voor je adem. En op je inademing blaas je dan weer een grote ballon op in je buik. En die ballon die wil je eigenlijk tegen je linker dijbeen aantikken. Uitademing stuur je met je gedachten naar je lage rug, je lendenen, je heupen. Dus inademen met een ballon aan de voorkant opblazen. Uitademen, ontspanning laten ontstaan aan die achterkant van je bekken. Adem in is een ballon aan de voorkant. Adem uit, visualiseer je, laat de lucht aan de achterkant van je bekken wegstromen. Strek dan je linkerbeen, je vingers achter je dijbeen. Adem misschien iets dichterbij, voel je er bij je hamstrings of niks. Maar zonder dat je hier alles vastzet en dat het heel erg gaat trekken en duwen. Dus een beetje vanuit zachtheid in je bovenlichaam. Zachtheid in je gezicht. En dan point je je linkerteen. Voel dit aan de voorkant van je scheenbeen, je enkel, je voet. En je flext je linkervoet. Je duwt je hiel bij je vandaan. Dus je point. En je flext. Misschien gaat je been dan een beetje trillen. Ook dat kan geen kwaad. Het is een ontladen van spanning. Laatste keer aan elke kant. Naar je voet weer neutraal en pak je rechterhand de buitenkant van je linkerbeen. Je linkerarm leg je links naast je. En dat linkerbeen neem je helemaal mee naar de rechterkant. Die laat je landen. Mijn linkerschouder komt helemaal los van de vloer, dat is niet erg. Maar ik draai ook mijn linkerhandpalm dan weer open. Dat geeft net iets meer opening. Bij mijn oksel en bij mijn linkerborst. Als je wilt kun je met je rechterhand je
Oftewel je linker teen pakken, dat linkerbeen iets meer proberen te strekken. Hij lukt dat niet, mijn hamstring die protesteert daar te erg voor, dus mijn knie is licht gebogen. Maar ik voel wel een intense stretch, ook al is dat been niet gestrekt. Je hoeft niet altijd voor een maximale stretch te gaan om het gevoel te hebben dat je aan het stretchen bent. 50% stretch is ook een stretch. Of 30%. Dus het hoeft niet altijd tot het gaatje. Soms is het beter om niet jezelf tot het uiterste te pushen. Ook niet in die stretches. Als je er klaar voor bent, draai je weer terug naar het midden. Linkerknie boven je borst. Handen weer ineengestrengeld rond je knieschijf of je knieholte. Laat je romp zwaar worden. En cirkel intuïtief met je linker enkel linksom, rechtsom. Beweging af, hou je stil. En leg heel zacht je linkerbeen naast je rechter, los van het rechterbeen. Armen links en rechts langs zijn, van palmen open met je ogen nu weer dicht. Observeer nu het verschil tussen links en rechts. Voel je het verschil tussen je linker en als mijn rechterbeen langer, maar nu is mijn linkerbeen weer langer dan mijn rechterbeen. Ik voel tintelingen, prikkeltjes en kriebeltjes, met name in het hamstringgebied, aanhechting bij de zitpot. Ook net als bij rechts zojuist, rol voor mijn gevoel mijn linkerbeen meer naar buiten open. Heb ik meer ruimte, meer energiedoorstroming gecreëerd in mijn linkerheup. En als je zo ligt en je ligt lekker, is dit jouw houding voor de shavasana? Als je iets wilt veranderen aan je houding, misschien je armen verplaatsen naar wijd, meer opening, meer ruimte bij je borst, misschien jezelf ook wat kwetsbaarder maken. Of misschien vind je het fijn om je hand op je buik neer te leggen. Die verbinding te maken met je adem naar je handen, naar je buik. Maak er jouw shavasana van. Ga liggen zodanig dat je voor jezelf een paar minuten stil kunt blijven liggen in die houding. Dus als je nog iets wilt veranderen aan je benen, je armen, je hoofd, doe dat nu. En speel anders met jezelf af. Dat je een paar minuten blijft liggen in stilte. En in stilte betekent dat je niet reageert op fysieke prikkels. In stilte betekent dat je geluiden laat voor wat ze zijn. En in stilte betekent dat je je niet identificeert met de gedachten die ongetwijfeld in je hoofd voorbij komen. Laat ze voorbij gaan, als wolken die wegblijven. Focus op je ademhaling. En voel de kalme uitstraling van die ademhaling in je lichaam, in je geest.
jezelf dit moment van Shavasana om de krachtige flow die we gedaan hebben in je lichaam te laten integreren. Om het doorzettingsvermogen, de toewijding aan jezelf in je lichaam te laten doorzinken. Ik neem je afscheid van je. Doe deze les zo vaak als je wilt. Downloaden. Juist bij die Vinyasa Flow is de kracht van de herhaling zo waardevol. Dus doe hem zo vaak je wilt. Als je vragen of opmerkingen hebt, contact me via mijn Facebook of mijn Instagram op Yoga Motions. En graag zeg ik tot de volgende keer. Dankjewel. Namaste.